Heer de pas beëdigde minister van Justitie en Politie. Ik dank u voor uw aandacht. Sabi, u voto negre, na u bus negre, na desnezi, bende unu, bende fosu unu, insternam. Frukana, no bende so, na tewa mako na piprasi, eni no sabama, ena wai waka koni oso, eni no sabe, yu mak suten trowe, tate no unawe, soma so tsan u smeki, na tewa mako ni uengri, na uengri, je aksa masa wan bai e mi sita ka ma gedrag an wan normal gedrag dat an o sana ma wan bai de aksa ma fu bobo na wengri e eva ma no wan bobo na wengri op een of andere manier wan mogelijke uste dat die ka suten troe eventueel let jogi moet ik een geitendief ook hier komen beantwoorden. Minister, aan de president minister. Die daarop een beslissing moet nemen, jouw koe. Je bent erger dan een koe. Omdat de veiligheidsadviseur van de president, de heer Linsker, nauw contacten onderhoudt met Santokki en allerhande zaken met hem bespreekt, waardoor Santokki goed op de hoogte is van het reilen en zeilen van de plannen van de minister van Justitie en Politie. En omdat hij ook binnen het Korps Politie Suriname tentakels heeft, kan hij om politieke redenen informatie misbruiken. U heeft zelf gehoord de leugenachtige beweringen ten aanzien van het ministerie. En dit is het gevolg van de zoete broodjes die worden gebakken met de vijand. Althans, voor mij heb ik te doen met een vijand. Dat georganiseerd is naar aanleiding van alles met een saptak genie lond chateau. Is het geen niet gaan zeggen als je minister van Justitie wordt een horipje rekening. Nee, genie lond chateau. Zo is de man. Je moet hem niet gaan proberen op te zadelen van. Want geloof me, zijn land gaat niet langer worden. Echte niet. Minata lond. Vanaf de eerste dag heb ik me niet prettig gevoeld. Maar ik heb een job genomen en ik weet dat ik in een politieke ambt ben gaan bekleden. En dat heb ik ook vanaf mijn eerste dag gezegd, dat ik dat besef. En wanneer een moment komt waarbij je iets per se wil en het bevoegd gezegd wil niet, dan is daar het moment waar ik zeg, dan bedank ik.